Welkom bij Topnames. We beginnen hier vanavond al een klein beetje op te warmen voor South by Southwest. Het evenement waar wij normaal gesproken, nadat we veel geschaatst hebben, graag naartoe gaan. Omdat het dan net iets lekkerder warm begint te worden even in Amerika. Bijkomen. Even bijkomen. Ja. Jij bent dit jaar sowieso een beetje geblesseerd. Dus als er geschaatst moet worden, moeten we nog maar zien of het gaat. Dat is helemaal niet waar, want ik heb net afgesproken dat ik vrijdagochtend om 9 uur met iemand naar Biddinghuizen ga. Meen je niet? Ja, kanal dan niet eerst, jongens. Dan gaan we na dit blanke schaatsgepraat. Ja. Ik heb het gevoel dat ik een van de GDA... Zit ik bij Omroep Max? Ja, klopt. Ja. Uiteindelijk wel. Maar goed, je bent op leeftijd. Ja. Hey, maar Michiel, jij bent over South by Southwest gesproken. Jij bent een van de mensen die ervoor zorgt dat er een Nederlandse delegatie naar South by Southwest gaat. En ik kan niet schaatsen. Je kan niet schaatsen. De schaatsen parkeren we eventjes. Vertel ons eerst even wat jij doet in relatie tot South by Southwest. Ja, we gaan met Dutch Fellows al een paar jaar. Dit is nu het derde of vierde jaar dat we eigenlijk gaan naar South by Southwest. Eigenlijk op initiatief van jullie twee. Jullie zeiden dat we er altijd heen moesten gaan. Ja. Ik geloof 4 jaar geleden voor het eerst geweest, beviel goed. Kwamen allemaal Nederlanders tegen die daar ook bezig waren hun start-up te promoten. Waaronder die jongens en meisjes van FTSE en FOODZY. Als ik het zeg, klinkt het altijd als FTSE. Maar dat is wat anders. En toen heb ik eigenlijk met hem, met Johan en Marjolein, hebben we samen Dutch Fellows een beetje geïnitieerd. Een groep start-ups die naar South by Southwest gaan, daar een kroeg huren. Daar overdag presentaties geven en s'avonds feesten. Met het idee dat we daar een Amerikaans netwerk aanboren. Ja, het eerste jaar was dat op een prominente locatie op Sixth Street. Op de hoek. Hoe heet die? Maggie Mays. Maggie Mays. Een hele grote rockbar. Vorig jaar had je een huis gehuurd. Ja. Waren er ook veel meer Nederlanders? Heel veel Nederlanders. We vonden eigenlijk allemaal wel een beetje te veel Nederlanders in verhouding tot het aantal buitenlanders. Ja, het eerste jaar was het Amsterdam Fellows. Daarna was het Dutch Fellows. Ja, wat ga jij dit jaar doen? Benelux Fellows, man. Nee, het deed gewoon Dutch Fellows. En de bedoeling is dat we heel Nederland hebben. Het eerste jaar merkten we dat ook heel veel start-ups zich van buiten Amsterdam aanmelden. Maar Amsterdam is gewoon bekender dan Dutch als je in Amerika bent. Dus we vonden het beter bekken. Maar op een gegeven moment de bedrijven uit Den Bosch, Eindhoven, Haarlem, is het een beetje raar om Amsterdam te blijven noemen. Zijn we Dutch Fellows genoemd. Prima. En dit jaar is het leuke dat de overheid zich heeft aangesloten. En we werken voor het tweede jaar samen met Buma. Dus het is nu echt een algemeen initiatief waarbij internet, film en muziek samenwerken. Nederlandse film helaas niet echt prominent aanwezig op South by Southwest dit jaar. Weinig inzendingen. Maar bijvoorbeeld vanaf de start-ups is er eentje doorgedrongen tot de South by Southwest Accelerator, de start-up wedstrijd. Nicolas Piel van Surfly. Die... Voor wie live kijkt, zometeen hier aan tafel. Als je niet live kijkt, ook zometeen hier aan tafel. De volgende in de cyclus. Maar dat zit toch bij de hand, die vraag. Nee, toch is het nog zo niet. Is het, of maak je het helemaal, trek je het helemaal uit elkaar? Ja, dat worden los. Als je niet live kijkt... Google dan! Nicolas Piel van Surfly. Hoef je niet te googlen, maar kijk gewoon even op onze site, fastmovingtargets.nl. Daar vind je ook het interview. Met Nicolas. Nicolas in de start-up. Wat heel interessant is, we hebben dit jaar een Nederlander, Daan Rozengaarde, die als eerste Nederlander, voor zover mij bekend, echt een uur spreekt in een eigen panel op South by Southwest op zondagochtend. En waar we hebben eigenlijk al die jaren samen naartoe hebben gewerkt. We zijn nu voor het eerst, hebben we officiële Nederlandse programma-onderdelen in South by Southwest. Ja. Zowel muziek als internet. We hebben ook fantastisch. Ja, vind ik, ben ik ook echt heel blij mee. We hebben met heel veel mensen heel hard aan gewerkt, maar op maandag hebben we een sessie 4 tot 5 Spotlight on Holland in het officiële programma. We verwachten toch enkele honderden Amerikaanse of internationale congresbezoekers die naar ons huis komen. En daar praten dan Daan Rozengaarde, Alexander Klupping en Taco Khalil, de oprichter van VanMoof, over hun bedrijven en producten. En daarna is er een Dutch meetup waarbij alle start-ups zichzelf heel kort presenteren in een elevator pitch. Waarna het publiek zich kan verspreiden en kennis kan gaan maken met de Nederlandse delegatie. Op dinsdagavond dit jaar is voor het eerst een Nederlands muziekshowcase. Ook in ons Hollandhuis, met 3 bands en 3 DJ's. Dus dat is voor het eerst dat we zowel op interactive als muziek officiële programma-onderdelen hebben. En daardoor is het ook wel een stuk drukker en lastig te produceren dan de andere jaren. Het wordt nu echt wel een baan. Ja. Hey, als we nog eventjes teruggaan naar wat het is. Wij komen er inderdaad al jaren tegen. Vorig jaar een dagelijkse uitzending gemaakt, gaan we dit jaar ook weer doen. Als jij het aan mensen vertelt, South by Southwest, wat is het? Ja, het is in Austin, Texas. Het is in Amerika. Ik vertel altijd dat het is begonnen als een muziekfestival voor studenten tussen de trimesters door. Want zo is het ooit begonnen. De tijd moest overbrugd worden. Ze hadden 2 weken vrij. En ze denken, nou laten we wat leuks organiseren voor de studenten. En op een gegeven moment is daar interactive aan bijgekomen. En dat is nu verreweg het grootste onderdeel geworden van het festival. Zo vertel ik het altijd dan voor mensen die er niet zoveel van weten. Zeg ik, nou, het interactive, daar zijn veel start-ups en daar gebeurt van alles en nog wat. En daar is bijvoorbeeld Twitter ooit voor het eerst gelanceerd. Foursquare. En dat soort dingen. En dan zegt iedereen, wow, daar moet ik heen.
Ja, ik vind het ook best wel moeilijk om het aan mensen uit te leggen, moet ik eerlijk zeggen. Zelf vinden wij, als we het erover hebben, vaak dat het wel erg groot is geworden. Ja. Dat waar het vroeger ging om de mensen die echt met nieuwe dingen bezig waren, zie je nu dat de directeuren gaan en de corporates en... is het ook, ja, jij gaat dan met subsidie, met allemaal. Denk van, ja, wat hebben wij er nog te zoeken? Ja, we mogen de overheid dankbaar zijn. Die hebben nu voor een groot deel het Hollandhuis betaald. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Daardoor zijn de prijzen voor start-ups lager. En dat is natuurlijk waar het ons om te doen is. Dat de start-ups betalen maar de helft van 3 jaar geleden. Terwijl alles is 40% duurder geworden. Want die Amerikanen die weten wel $300 miljoen uit te persen in die weken. Ja. Maar inderdaad, waarom is het, laten we even bij die Nederlandse of start-ups en andere mensen. Waarom is het interessant? Vind jij het interessant dat mensen daar naartoe gaan? Ja, het is wel een goed punt wat Roland net maakt, helaas. Maar het is veranderd qua sfeer ook. Er zijn veel meer mensen van grote bedrijven. Maar ik vind het niet noodzakelijkerwijs negatief. Inderdaad, je komt de marketeers tegen van de postcode loterij. Maar wat is daartegen? Wij hebben altijd geklaagd 20 jaar lang dat die marketeers en een paar broeken er niks van snapten en niet kwamen. Ja. En nou komen die mensen. En dan gaan we zeker klagen. Ja, daar heb je hem ook van dat biermerk. Ik ben juist blij dat de omroepwereld, de uitgeefwereld, de mensen van de grote merken, dat die zich allemaal daar verzamelen en kennis maken met de laatste innovaties die start-ups hebben. Het gaat mij juist met Dutch Fellows om die mix van de innovatieve starters, hoe klein ook, te matchen aan een internationaal publiek en aan de grote Nederlandse bedrijven en organisaties en overheden. Dit is juist die brugfunctie die ik graag wil vervullen. Omdat ik denk dat de willen wel is aan beide kanten, maar mensen kennen elkaar gewoon niet. En als je gewoon iets creëert, een plek waar die mensen elkaar kunnen tegenkomen, dan werkt het. Er komt zoveel uit op die manier. Is elkaar leren kennen belangrijker dan informatie, kennis opdoen? Dus ik had laatst met Roel nog over. Ik denk 50-50. Dus 50% het congres, omdat je hele toffe dingen ziet. Weet je, toch 2 jaar geleden zag ik met Raymond Spanje, die knakker van MIT, die had een apparaat ontwikkeld om mee die op de hoofd van iemand zette, die keek naar een opstijgend vliegtuig en die sensor las uit wat de hersens registreerden. Op het scherm daarnaast zie je dan in pixels het opstijgend vliegtuig. Dat je iemands gedachten kan uitlezen. Je ziet onvoorstelbare dingen aan de ene kant. Vorig jaar die jongens, die studenten die een drone van de Amerikaanse luchtmacht hadden doen landen. Dat zijn toch dingen die je niet snel ziet op een congres in Amsterdam. Laten we even vergelijken. Waarom zou je als Nederlandse start-up met jou richting South by Southwest gaan en niet zeggen, TechCrunch, Disrupt. Nou, dat heb ik zelf gedaan. Southwest? We hebben dat met een start-up zelf gedaan, Disrupt en zo, een foto van Mobile Clicks gewonnen en zo. En wat ik merk is gewoon, die mix die je hebt op South by Southwest, dat is de reden waarmee jullie me daar naartoe ooit hebben gelokt, van Europa ontmoet de rest van de wereld. Het is wel 90% Amerikanen, maar dat is juist tof voor ons, dat er zoveel Amerikanen zijn. Die echte innovaties, die zie je daar als eerste. Plus die rare mix van wetenschappers, investeerders, ondernemers en commerciële mensen. Dat is een hele soort vreemde mix, ratje toe aan mensen die het gaaf maken, denk ik. Plus daarbij dat je s'avonds de feest hebt waarbij je elkaar nog een keer in een ongedwongen sfeer ontmoet. Dus je hebt eigenlijk overdag het serieuze werk, s'avonds het relaxte. En ik denk wat heel tof is dit jaar, wat totaal nieuw is, waar ik ook niet weet wat ermee gaat gebeuren, maar Nicolas van Surfly doet er aan mee, is de matchmaking, dat heet de Platinum Connection. Klinkt dus een slechte stripclub. Dat betekent dat je meer moet betalen. Of dat je meer moet betalen, klinkt het ook al. Ja, jij zegt dat. Dat zei Roland, hoor, dat het een stripclub was. Ik had er nooit van gehoord. Maar nooit van binnen gezien. Maar Naldo lachte het hardst hier. Maar jij komt ook nog. Het punt is, die matchmaking is... Naldo is wel geweest. Mocht jij naar binnen dan? Je bent nog geen 21. Ja, even voor de duidelijkheid, onze kijkers zien niet wat daarachter zit. Ja, dus moeten we even uitleggen. Achter deze camera, daar zitten een aantal mensen. Daar zit onder andere Naldo en nog een gast die we zo aan tafel krijgen. Ik ben je naam al Nicolas van Surfly. Nicolas van Surfly. Wij verdelen altijd een beetje de voorbereiding van het programma. Er zitten nog twee ik mensen. Doe de naam, die het er zitten nog twee mensen die hier binnenkort een programma hebben. Nee, wat denk ik toch is dit is doen. Die matchmaking die dit jaar plaatsvindt, blijkt South by Southwest al een paar jaar te doen voor Engeland. Dat wist ik helemaal niet. Dat Engelse start-ups die er naartoe gaan, worden gematcht aan de 60.000 dit jaar verwachte delegates, de congresgangers. En dit jaar is er ook ruimte, doen ze dat voor Brazilië, Duitsland, Singapore en Nederland. Vanuit Nederland doen er 5 start-ups aan mee dit jaar, waaronder Surfly, ook Layergloss. Studio Rozengaarde zelf. Ja. De rest maken we binnenkort bekend, want het is voor 1 februari is de einddatum daarvoor. Het interessante is dat South by Southwest dan die bedrijven gaat matchen aan de profielen van alle congresbezoekers en dan afspraken voor je opzet tijdens die week. Oké, die niet zelf hoeft te doen. Die dus. Dat niet zelf hoeft te doen, dat doen zij voor je. Mits je door de eerste screening tegenkomt, dat doe ik dan, zei de gek.
En de tweede screening is South by Southwest. Dus los van het feit dat we dit jaar officiële programma onderdelen hebben, wat tof is, hebben we ook echt matchmaking wat moet leiden tot business. Gewoon tot omzet. En dat vind ik heel interessant, want eigenlijk is dat wel de reden waarom ik ermee begonnen ben. Ja, is dat ook waarom de subsidie nu ingaat voor het eerst? Nee, dat is eigenlijk los van elkaar, maar wel een bijkomend. Wie subsidieert het eigenlijk? Welke ministerie? Drie ministeries, volgens mij Buitenlandse Zaken, OCW en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dat moet je wel weten. Het zijn drie ministeries, maar er is één partij die dat schitterend als penvoerder allemaal coördineert, Stichting Dutch Culture. Okay. En die laten mij geheel vrij om dit volledig in de soep te laten lopen. Ja. Hey, is dit in het kader van het zogenoemde topsectorenbeleid, waar een aantal sectoren benoemd zijn. Heel belangrijk persoon, Nederland, die hebben jullie internationaal gehad. Jeroen van Erp van het Top Team Creatieve Industrie en Annemieke Eggekamp hebben South by Southwest aangewezen als strategische beurs. En daardoor is dit balletje wel zo gaan rollen. Zodat, om je een voorbeeld te geven, dat Mediunet Matchmaking programma kost maar 2.500 euro. Nou, als we dit hadden moeten doen zonder overheidsbijdrage, had het zeker 2 tot 3 keer zoveel gekost. Dus het is wel fijn, weet je, we hebben altijd veel klachten over de overheid, maar in dit geval vind ik het wel een interessante ontwikkeling. Je moet natuurlijk wel als start-up je eigen reiskosten nog betalen, verblijfkosten, het kost wel wat. Maar het feit dat we nu in het huis eigen programma hebben en wat ik heel belangrijk vind, want jij doet er net heel kort over, we doen weer een webcast, maar dit jaar is het toch wel anders. Want die kleine clubbing gaat mee, behalve jullie webcasten dit jaar in het huis zelf ook. Dus het wordt in het huis uitgezonden. Ik wil gewoon dat er een à la Football International sfeer is, waarbij mensen in het huis ook horen wat er gezegd wordt. En dat we echt het programma doornemen van die dag, vooruitblikken, waardoor het niet te veel aan de bar hangen wordt. Want ik vond dat we een beetje aan het afglijden waren naar, goh, daar hebben we die zangeres van Idols of van, en daar ben ik allemaal heel trots op dat die er ook staan. Ja. Maar dat is niet de kern van wat we doen. Nee. Ik vind het fijn als wij wel wat inhoudelijke dingen bespreken van het programma. En we zitten er niet voor de mooie, want laten we wel wezen, dan hadden we er geen van drieën gezeten. Spreek voor jezelf, zeggen we dan altijd. Nee? Nou ja, jij neemt altijd nog de dames mee die... Nee, maar het moet inhoudelijk. Ik vond dat we wat te ver doorschoten. Dus ik vond dat het inhoudelijk moest en daar zijn jullie voor. Ja, okay, nou, jullie en clubbing. Laten we dit compliment gewoon even meepakken. We dit compliment accepteren. Een van de meest intrigerende onderwerpen op South by Southwest vind ik altijd die Startup Accelerator, waar we het net al over hadden. Een van de discussies die nu natuurlijk heel erg speelt, was laatst ook weer met Startup Bootcamp. Knot van de Nederlandse Bank die startups opriep om in Nederland te blijven en niet naar Amerika te gaan. Hele actuele discussie op dit moment. Hoe kijk jij daar tegenaan nu je weer in deze voorbereiding zit en met Nederlandse startups? Het is een complex onderwerp, maar heel simpel samen te vatten. Als je niet genoeg geld in Nederland hebt verzameld, moet je niet naar Amerika gaan. En ik snap heel goed dat heel veel jonge ondernemers... Als je niet genoeg geld in Nederland hebt opgehaald, moet je niet naar Amerika gaan. Waarom niet? Omdat ik denk dat je of in Amerika moet beginnen met Amerikaanse investeerders, of met zoveel geld vanuit Europa dat je de sprong naar Amerika kan maken. Maar het is één van twee. Amerikaanse investeerders willen liever niet in een start-up investeren waar al Europeanen in zitten. Dat vinden ze gewoon niet prettig. Heeft te maken met juridische regels, heeft te maken met puur reistijd. Ze willen graag binnen 3 kwartier van zichzelf van hun kantoor investeren. En ook te maken met een cultuurverschil. Dus je zegt, als je SoundCloud bent of Spotify, dan heb je al heel veel geld opgehaald. In Europa, dan ga je naar Amerika. Of je moet helemaal in het begin gaan, wat Karma heeft gedaan, of Silk. Ja. Nederlandse jongens. En dan helemaal gelijk in Amerika beginnen. Alleen dat vind ik wel heel jammer. Ik vind het veel toffer. Ik vind Nal natuurlijk een verschrikkelijke man. Maar ik ben natuurlijk heel blij dat hij met WeTransfer in Nederland is begonnen. Hier het groot heeft gemaakt. En internationaal is gegaan. Is dat is een voorbeeld. Eigenlijk? Waarom is het belangrijk? Waarom is het geen voorbeeld als iemand gewoon à la Karma... Omdat het met eigen geld was. Ja. En maar dat is even los daarvan is het ook omdat ik vind dat de arbeidsplaatsen in Nederland worden gecreëerd. Ik heb toch helemaal geen enkele behoefte aan om Silicon Valley groter te maken. Dan was ik daar wel blijven wonen. Ik ben afgestudeerd. Ik wil juist hier iets doen. Ik denk dat we nu een generatie ondernemers hebben die zoveel beter is, met alle respect, dan onze generatie was. En wij zijn gelijk afgestudeerd. Je samen studeert? Ja, dat wist je niet. Ja, je merkte niks van. Al die kennis. Ja, HBO viel niet mee. Maar er is nu echt... Hij zegt helemaal dat universiteit. Maar ik vind dat wij een hele goede generatie ondernemers nu hebben. Ik ga leeftijd, maakt niet zo uit. Maar die zijn opgegroeid met digitaal, met mobiel en met internet, breedband. Wat wij niet hadden. Alleen er is helaas nu veel minder geld en veel minder mogelijkheden. Dus zo'n springplank als we nu met Dutch Fellows doen en met de rest van Voyage en Amsterdam Economic Board, met wie we dit organiseren, is het belangrijk. Want dat wil ik nog even één puntje van maken. We doen dit jaar voor het eerst in het Holland House ook echt een heel Nederlands programma. Dat wil zeggen, we gaan een incubator bezoeken de eerste dag op vrijdagochtend. Dat is toch altijd een loze dag. Gaan we naar de grootste incubator van Austin. Waar ze laten zien hoe startups daar met IBM en zo werken. Dat is erg interessant. Er zijn 2 specifieke meetups. En voor de rest is het gewoon een hele goede plek om te hangen, te werken, koffie te drinken. Goede espresso dit jaar. Te lunchen.
En als basis om de rest te ontmoeten. Dus die Dutch Badge, dat is wel iets wat ik altijd duidelijk moet maken. Die komt nog bovenop je deelname Zuid bij Zuidwest. Het is niet zo dat het openbaar is en voor iedereen toegankelijk. Het moet wel vanuit het bedrijfsleven, vooral omdat de overheid veel inlegt, moet er ook worden betaald voor dat hele genoegen. Het is niet meer zo dat het openbare instuif is, die wordt betaald door een paar start-ups. Dat is over dit jaar. Hey, als je, ik neem aan, je bent met het verhaal van de afgelopen jaren, ben je in gesprek geraakt met verschillende partijen, dan is Jasva, je noemde Jeroen van Erp onder meer. Heb jij voorbeelden kunnen noemen van de afgelopen jaren, dat er Nederlandse start-ups naar Amerika gegaan zijn, naar South by Southwest, die er ook echt aantoonbaar iets aan gehad hebben? Goeie vraag. Nee. Nee, ik denk hetzelfde als met de muziek. Ik denk we hadden het met de Buma laatst over. Er gaan al 20 jaar 20 bandjes per jaar. Ik geloof Radar Love is nog steeds de laatste nummer 1 hit. Ik denk dat dat echt ook iets is waarbij dat over tijd moet groeien. En waarbij Nobody dat nog misschien... Sorry? Nobody Beats the Drum was een voorbeeld. Die waren al aan de toeren daar die wij in het huis hebben gehad. Toffe band. Die nooit echt helemaal is doorgebroken waarschijnlijk wat zouden kunnen bereiken. Maar wel aan toeren in de States. Hoor. Maar wel aan toeren. En dit jaar hoop ik op Monokino, Mr. and Mississippi. En Moses and the Firstborn. De drie bands die optreden in het Holland Huis. Ah, dat is leuk. Dat is een goede programmering. Ja. Dankjewel. Heb ik niks mee te maken, maar ik pak gewoon de credit. Maar jullie hadden op dinsdagavond een programma. Die drie? Wij willen eigenlijk een barbecue geven op dinsdagavond. Nou, dan doe je dat toch ervoor. Daarvoor, ja. Dat kan toch? Ja. Dode dieren slachten, altijd goed. Ja. Nee, maar het punt is absoluut voor de start-ups. Je hebt een heel goed punt, want het is een heel belangrijk punt. Bij die start-ups is er absoluut nog niet een bedrijf geweest dat door naar South by Southwest te gaan zulke grote dingen heeft bereikt. Ik had heel veel hoop voor Shuffler. 3 jaar geleden zat Shuffler in de finale van de Accelerator, dit jaar Surfly. En het blijft altijd een beetje hangen op bijna. Het is een beetje van wat Code en Bio zei. Ik heb een tijdje bijna Coast Coots. Ik heb een tijdje bijna bij Count Basie in de band gezeten. Weet je, zo zijn Nederlandse start-ups nu in Amerika. Ik denk dat het iets is wat we lang moeten doen. We hebben altijd gezegd toen wij dan begonnen, dit is een project van minimaal 5 jaar. We zitten nu in jaar 3. Maar het is nog niet gebeurd. En ik hoop dat door die matchmaking die dit jaar plaatsvindt, Sofa is... Sofa? Facebook. Ja, maar dat was een talent acquisition, Sofa. Dan ben ik alleen maar jammer, dat is nou een goed voorbeeld. Ja, maar ik weet wel dat ze... Ja, is wel gebeurd, maar ik vind het jammer dat de 7 goede Nederlandse jongens bij Facebook zomaar product engineer worden. Voor hun vind ik het tof. Ze zijn weer terug, dus... En dat is goed, ze komen weer terug, weg van Facebook. Maar voor wie het niet hoort, eventjes, Sofa een paar jaar geleden, ik herinner me namelijk ook goed. Die hadden ergens volgens mij met een aantal jongens, waaronder die van Sofa, plek gehuurd. Want mijn vriend Martijn logeerde toen ook bij hun, geloof ik. Die mocht nog een plekje ergens in de kamer op de grond hebben. En die zijn op een gegeven moment door Facebook... Ja, overgenomen. Dat noemen ze tegenwoordig een equi-hire, geloof ik. Hè? Dus je neemt een bedrijf over, maar je doet het eigenlijk voor het talent en niet zozeer voor het product. Dat vind ik dus jammer. Ja, dat vind jij jammer. Ik vind het voor de jongens tof, maar ik vind het jammer dat 7 toffe gasten, en ik ken heel toevallig de jongens dat ze in de Apple Store in de Raterstraat werkt. dat zijn echt slimme gasten met zoveel talent. Die had ik zo graag hier een start-up willen zien doen, in plaats van voor Facebook gaan werken in Palo Alto. Toch even een vraag van Twitter van Steven Gort. Die zegt, ik begrijp de netwerkgedachte en de verbinding. Maar wanneer is of wat maakt deelname aan South by Southwest succesvol? Of is dat een zeurtweet? Nee, helemaal niet. Ik denk dat het een hele goede vraag is. Het is hartstikke duur, laten we wel vooropstellen. Het is de reiskosten, verblijfkosten. Een Dutch badge kost €950. Een badge voor South by Southwest nu, $1300. Ja, platinum. Ja, een platinum, €1500 zelfs al. Ja, serieus. Het is echt alleen maar duurder geworden. Het is een goede vraag. Ik denk dat het waardevol is om 2 redenen. De eerste reden is, het is toch altijd het enige congres waar je na een jaar aan terugdenkt van daar zag je dingen of hoorde je dingen waar je nog nooit over had nagedacht. Tenminste, ik niet. Ik zie toch altijd, ik ga liefst naar rare dingen, van waar ga jij nu heen? En dat is heel belangrijk, dat we dit jaar, wat ik hoop dat het clubje gaat doen, dingen, ik heb die Jonathan Zittrain bijvoorbeeld een keer gezien, het ging over delen van informatie, waarom crowdsourcing gevaarlijk kan zijn, dat we lieten zien dat aan de hand van een spelvorm konden Iraanse kinderen dissidenten laten arresteren, een soort Pictionary. Kent u deze dissident in de buurt? Een hele andere manier van denken over onderwerpen die ik altijd positief heb gezien, die ook negatief effect kunnen hebben. Dus je leert altijd dingen die je niet verwacht, vind ik zelf. Daar wees jij me ook op. Ga naar de dingen, zei jij nog tegen mij 2 jaar geleden, waar je eigenlijk geen interesse in hebt. Vond ik wel een interessante opmerking die jij toen maakt. Ja. Van iets wat je niet verwacht. Dus het onverwacht vind ik interessant. En ten tweede, kom je mensen tegen in 1 week die je in Nederland in een heel jaar niet gaat ontmoeten. De hele omroepwereld, uitgeefwereld, mediawereld, marketingwereld, start-upwereld, zit allemaal, investeringswereld, zit allemaal bij elkaar op 1 plek. Hey, en waar, als stel dat mensen mee willen, waar kunnen ze zich vervoegen? Op dutchfellows.com of voyage.nl, voyedge.nl, staat alle informatie over het programma voor dit jaar.
En, want wat ik een heel belangrijk ding vind, ik was er toevallig wijze bij dat jaar dat Twitter zeg maar een beetje opkwam tijdens Zuid bij Zuidwest. Daarna krijg je eigenlijk altijd standaard de vraag van wat is de nieuwe Twitter? En ik heb eigenlijk altijd geprobeerd te zeggen, ja, dat is niet waarom je er naartoe moet gaan. De kracht van mij is inderdaad is twee dingen. Of je wordt geïnspireerd door nieuwe dingen. Of je wordt bevestigd in dingen die je al gezien hebt. En wat echt voor mij het allerbelangrijkste is. Dat je 5 dagen op 1 plek bent. Met allemaal mensen die met dezelfde dingen bezig zijn als jij. Dus bijvoorbeeld wij zitten in dit geval zitten met elkaar in een huis. En je hebt overdag ben je naar plekken toe geweest. Je hebt interessante sprekers gezien. 'S Ochtends ontbijt praat je er weer over. Ja. 's Avonds, wat jij zei, Oostendeks is heel klein. Dus je komt elkaar ook 's avonds weer tegen. Ik vind het heel erg belangrijk dat je niet allemaal naar huis gaat aan het eind van de dag aan je dagelijkse beslommeringen. Ja. Wat wij bijvoorbeeld in Amsterdam als cynisch is wel hebben. Ga je weer uit elkaar, weet je wel. Ga je weer uit elkaar. En daar blijf je bij elkaar. Je bent dat 5 dagen. Maar die twee dingen proberen we nu ook echt eigenlijk te programmeren door te zorgen dat we 2 keer per dag die webcast hebben waarin we terugblikken en vooruitkijken op het programma. Dat we echt naar het congres weer centraal stellen. Wat hebben we vandaag een kennis- en informatieoverdracht? Wat hebben we meegekregen? Waar kijken we naar uit? Oké, we blikken uit. Welk feest ga je vanavond heen? Doen we ook niet moeilijk over. En ten tweede die netwerkplek voor zowel dat Nederlanders elkaar ontmoeten als natuurlijk onze bedrijven zich presenteren aan de Amerikanen. Dus die twee dingen, zeg maar het informeren en inspireren plus het netwerken en business doen. Die twee dingen proberen we echt in de programmering nu terug te laten komen. En nou, ik hoop dat het aanslaat, zeker met die matchmaking. We komen er over een week of 7 maart begint het. 7 maart zitten we... Dan komen wij er uitgebreid op terug. Live vanuit Olsen. Ja. Toch? Ja, we zien er wel allemaal naar uit. We gaan weer op drie beide kinderen zitten weer te glimmen. Dat is toch, uniek als Zuid bij Zuidwest. Ja, vind ik wel. Dat is wel. Dus voor mij is dus denk ik dat de 7e keer is, denk ik. Zitten we weer te lachen? Dat doen we ook eigenlijk heel weinig. Ja, en ik wil ook nog even zeggen, want ik vind het juist het knappe daar, dat hoe groot het ook is, want er komen 20.000 of 30.000 mensen, dat ze toch nog steeds kans zien, ook in de vernieuwing vinden ze een concept, het overzichtelijk te houden. Al is het alleen maar over een stukje van eten. Want... Je hebt de stad waar normaal gesproken niet 30.000 mensen om 6 of 7 uur willen eten. Dat kan helemaal niet. En hebben ze dat weer bedacht, het idee van die foodtrucks, die in Amerika natuurlijk wel gangbaar is. Waar je complete terrein hebt waar alleen maar foodtrucks zijn, zodat je ook nog even heel eenvoudig tussendoor lekker kan eten. Ik moet zeggen ook één ding, ik was er net in december de hele week, heb ik kamp opgeslagen bij Zuid bij Zuidwest. En voor de voorreis, alle voorbespreking. Er werken nu 170 mensen fulltime bij hun aan dit festival. We nemen er nog even 150 extra aan de 3 maanden voor. Maar zij zijn wel echt bezig, en dat verbaast mij, om iets goeds te doen. Zowel van housing, tot eten, tot muziek, tot film. En ze proberen echt iets te maken dat het een goede ervaring blijft. Ze hebben heel goed door dat het uit zijn jasje aan het knallen is. Ja. Nou, maar ze proberen er wel echt iets goeds van te maken. Dat zie je elk jaar. Het enige wat ik wel echt vind, is dat het wel heel erg duur aan het worden is. Ja. Als je kijkt wat die hotelprijzen, echt niet normaal. Ik bedoel, en zelfs op Airbnb. Wij hebben dit jaar een huis gehuurd met z'n vieren via Airbnb. En ik hoor dat jullie gewoon in stapelbedden twijfelaartjes liggen. Gewoon beenhaar tegen beenhaar, hoor ik. Klopt, zeker. Ja. Dat vinden we lekker. Maar dat hebben jullie extra voor betaald, hoor. Allemaal voor het goede doel. Ja. Hey, allemaal, we gaan natuurlijk vertellen daar hoe ontzettend leuk we het hebben. En natuurlijk gaan we berichten over de barbecue. Maar nog belangrijker, we proberen ook zoveel mogelijk informatie, kennis en inspiratie over te brengen. Weer naar huis. Dus dat gaan we doen begin maart. Dank voor het kijken naar deze uitzending. Kijk je live. We gaan nog met 2 afleveringen verder. We hebben nog 2 gasten. Surfly, zoals gezegd. En Nolan, die er bijvoorbeeld vorig jaar ook bij was van WeTransfer. En als je niet live kijkt, dan weet je alles op YouTube, alles op de site. Tot zo direct. Dag. Ga ik nu even wijnblazen? En de live kijken. Ik heb niet dat gaan verwachten.